Ja, normaal gesproken hebben we geen Nederlanders in huisvesting. Dus ik weet niet wat jouw standaardheden zijn. Dat zijn dat je tussen de 6 of 8 personen in een huis zit. In Nederland werken ruim 250.000 mensen uit Polen. Dit heeft grote gevolgen. Natuurlijk voor de mensen zelf, maar ook voor de samenleving hier en daar. Mensen die hier komen werken krijgen vaak heel weinig betaald. Doen zwaar werk en wonen in een slecht huis. Daarnaast blijven de lonen in Nederland al jaren laag en kom je op sommige plekken geen Nederlands sprekende collega meer tegen. Hoe zit dit? Om daarachter te komen heb ik gesolliciteerd naar werk dat veel arbeidsmigranten doen. Het kwam op mij behoorlijk onwerkelijk over. We horen continu dat er overal vacatures zijn en mensen worden gezocht. Maar als ik dan wil solliciteren op zo'n vacature, dan blijkt dat ze eigenlijk helemaal niet naar mij op zoek zijn. Maar liever een werknemer uit Oost-Europa hebben. Voor Nederlands toets 1. Język polski, wybierz 2. Astorfors, Kamila. Hallo, goedemorgen. Ja, hallo. Een klein momentje, ja? 2 oddział Rzeszów. Zijn die nou kies 1? At this moment I have to tell you that we have now offer to greenhouses for men. In principe zijn wij echt specifiek gericht op Polen. Dus ik weet niet of u dat bent. Maar ik werd ergens aangenomen. Ah, dankjewel. Heb je een cv bij? Ja. Ik heb Erwin voor mij zitten. En hij zoekt een leuke functie in een magazijn. Hij heeft eigenlijk heel zijn leven magazijnwerk gedaan. Hij is een Nederlander. En die, ik weet dat toen zei dat hij 11 maart op iemand wil laten starten. Hier, stel je komt donderdag de sleutel aan. Ja. Je gaat maandag starten. Ja, en we willen graag huisvesting. Bij ons. Ja. Ja. En de meeste werknemers spreken geen Nederlands. Ja. Ik heb hem eigenlijk zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik zeg, het kan wel eens een zootje zijn. Ik zeg, er kan ook wel eens wat drugs gebruiken aan te pas komen. Ik zeg, ik hoef mij niet alles te verklikken. Maar we kunnen ook niet heel veel instaan. En het is wel duidelijk wie hier profiteert. Het laat de dikke auto van de eigenaar van het uitzendbureau wel zien. Nee, voor hem was het allemaal heel normaal wat hij deed. En het is me ook heel duidelijk geworden hoe hij zijn geld verdient. Ja, normaal gesproken hebben we geen Nederlanders in huisvesting. Dus ik weet niet wat jouw standaardheden zijn. We proberen wel net de huisvesting te hebben, alleen die huizen worden dus gedeeld. Het zou zijn dat je tussen de 6 of 8 personen in een huis zit. Ik dacht €92 per week. Nou, wij betaalden allemaal meer dan €400 in de maand. Dus ja, reken maar uit. Ik kreeg een matras in een stapelbedje waarvoor ruim €400 werd ingehouden op mijn loon. En dit was volgens de eigenaar van het uitzendbureau een van de beste huizen. Omdat ik als Nederlander een voorkeursbehandeling kreeg, zei hij. De thermostaat, of we het nu koud hadden of warm, mochten we niet aandraaien. Want dan krijgt iedereen in huis een boete van €50. En dat terwijl de SP precies hierover eerder al bij de regering aan de bel heeft getrokken. En die heeft gezegd dat dit niet mag. Dat wordt dus gewoon niet gehandhaafd en gecontroleerd. Nou, dat was mijn eerste nacht in het Polenhuis. Ongelooflijk slecht, goedkoop matras. Echt schandalig eigenlijk dat je daar dus ook nog eens een keer €92 per week voor moet betalen voor dat matras. Dus ik heb wel wat last van mijn rug, maar voor de rest heb ik wel lekker geslapen. Beetje kort, maar dat maakt niet uit. We gaan aan het werk vandaag. Ik heb een contract gekregen dat per week opzegbaar is. Dat laat een compleet doorgeslagen flexibilisering en onzekerheid van de werknemers zien. Maar als je klaagt, dan ben je niet alleen je werk kwijt, maar dus ook direct je huis. Nu is dat voor mij niet zo'n probleem, want ik heb een eigen huis. Maar als je direct terug moet naar Polen, dan pas je natuurlijk wel op met wat je zegt. Ik heb zelf gezien en gehoord van mijn collega's hoe onzeker en kwetsbaar ze zich voelen. Dat deugt echt niet. Wat mij opvalt aan het werk is dat als je gewoon gezond bent, iedereen dit werk zou kunnen doen. Maar ja, dan moet je ook direct de superflexibele en onzekere werkomstandigheden en een contract dat per week opzegbaar is, accepteren. Ik snap eerlijk gezegd wel dat mensen dat niet willen.
Hoe kun je op deze manier een toekomst opbouwen? Hoe kan je gezin onderhouden als dagloner? Met laag loon, permanente onzekerheid en een baas die voortdurend duidelijk maakt dat er voor jou 10 anderen zijn. De mensen met wie ik werkte en woonde waren stuk voor stuk heel aardig en hartelijk. Ik heb heel wat mensen tussendoor kunnen spreken. Het is voor hen ook heel moeilijk, merkte ik, om huis en familie te verlaten. Het viel me echt op dat veel mensen ook veel liever dicht bij huis zouden werken. Maar door omstandigheden komen ze hier werken. Zij moeten alles achterlaten. Maar zien ook dat veel jonge mensen uit hun eigen land vertrekken. Polen komen hier werken, Oekraïners komen naar Polen en weer anderen komen werken in Oekraïne. En dat allemaal om de lonen zo laag mogelijk te houden. Mij is één ding duidelijk geworden. Het zijn niet de werknemers uit Polen of Nederland die profiteren van grootschalige arbeidsmigratie. Het zijn de foute uitzendbureaus en de werkgevers die graag zo min mogelijk loon betalen. Hoe lang laten wij dit nog gebeuren?